Heyo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe episode van mijn Call of Duty Black Ops 2 Road to Gold serie. En ja, vandaag ga ik het wapen bekendmaken waar wij mee gaan spelen in deze serie. En dat wapen dus door, ja, wel heel veel wat mensen gerequest. En ja, voordat we echt gaan beginnen wil ik even zeggen, er zit wat vertraging in de Crysis 3 playthrough. Want wel, het programma waarmee ik online zou horen te kunnen spelen heeft er geen zin in. Dus ja, ik moet nou Crysis 3 opnieuw gaan kopen. Nou ja, opnieuw gaan kopen. Ik moet hem nu gaan kopen. Dus ja, die is €30 voor de PC bij de Toys. Ik wil hem niet voor de Xbox, want wel, het lijkt me leuk om eens een keer een first-person shooter op de computer te hebben. Dus ja, maar goed, laat eens even achter in de comments wat willen jullie zien. Een multiplayer serie of een campaign playthrough? Dus ja, dan weet ik dat even. Ik ga er nog wel episode 0 van maken, maar nu heb ik vast een beetje een index. Maar goed, het wapen waar wij mee gaan spelen is de KSG. Jawel, het is de shotgun geworden. Ik heb even een klasje aangemaakt met wel... Even kijken, perk 1 is lightweight, perk 2 is in toughness and fast hands, perk 3 is dexterity and extreme condition. Ik heb er een B32R bij gezet, want wel in verband met de ammo, dat is toch wat zooi. Ik heb nog geen fancy shit er allemaal op zitten, dus ja, ik geef dus ook even een camootje. Ik heb hier eventjes plusje op gedaan, maar ja, je ziet dus wel, ik heb nog geen attachments. Ik ga wel een keer nog extended clubs en al dat soort shit er allemaal op doen. Maar goed, we gaan dus even een potje spelen. Even kijken, ik heb al een warm draaipotje gedaan. We gaan even domination doen, maar ja, ik kwam steeds tegen snipers. Dus ja, het zou niet fijn zijn als ik daar weer last van krijg. Nee, nee, we gaan niet carrier doen. Nee, meneertje. Ik ben ook aan het uploaden, dus het kan een beetje lang duren voordat we een game gaan vinden. Zul je net zien natuurlijk. Toen ik aan het warm draaien was net. Toen, en nu vond hij wel snel een game. Maar nu ik aan het uploaden ben, zal hij waarschijnlijk geen game vinden. Oh, nou kijk, San, dit is perfect. Kom op, stand off. Dat is, oh, dat is die map. Het is wel een redelijk goede shotgun map. Als ik tenminste een beetje op de goede plekjes blijf. Natuurlijk, ik moet niet over die hoofdstraat gaan lopen. Even kijken, oké. Okay, wel, we zijn net begonnen. Dat is nice. Oh, wacht, ik secure even. Was goed. Was goed, oké, okay, zo. Goed, wel dan, pom, pidom, 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 pom. Hey, wat is dat nou? Dat wat ik nou weer overhoop geknald. What the fuck, echt waar, het begint nou al, help. Oh, hi. In your face. Oh ja, verdomme. Het is echt zo bij die shotgun. Je hebt range op de shotgun, alleen het is zo vervelend om ermee te spelen. Omdat het gewoon een beetje een ja, ik wil niet zeggen gele shotgun, maar het is gewoon een beetje een shotgun waar je zoiets van hebt van... Daar werk gewoon, ja, zoiets dus. Even kijken, oké. Okay. Jij zit hierboven, meneer. Ik weet dat wel. Hee, dude. What the fuck? Ja, hee, dude. Yeah! Ik heb wel een camo unlocked. Was good. Bitches. Oh, 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 ik word opgeschoten, ik word opgeschoten. The fuck, echt waar. Nou goed, we gaan even securen. Dan haal ik hopelijk mijn UF. Waarschijnlijk niet. Maar goed. Oh! Word ik nou weer half overhoop geknald. Kom op, ik wil hem even secure. Oké, nice. Nog één keer, ik heb een UF gehaald. Dat is dan mijn eerste UF met dit wapen, volgens mij. Oh shit, ik moet die... Ja, wat? Waar loop ik in Jezus naam heen? Echt waar. Oké. Ik wil deze serie echt al eeuwen doen. Niet normaal, even kijken. Losing... Ik ga daar niet langs. Waar zijn alle enemies? Quit iedereen of zo. Oh, ze zitten bij C allemaal te kamperen. Ah. Wat is dat nou dan? Waarom knalt die ene mogol hem niet overhoop met zijn gouden handpistool? En ik kon er niet bij, want ik had geen range op dit kutwapen. Echt waar. Het is niet het lekkerste wapen om mee te spelen. En ik ben sowieso niet zo goed met shotguns. Daarom wou ik in eerste instantie met crossbow. Maar goed, misschien moet ik een beetje gaan nonscopen ofzo. Ik ga er sowieso dat touw, what you call it? Oh, de recoil heeft het krank. Verschrikkelijk. Nou, we gaan hem maar securen dan. Doet tenminste nog iets nuttigs. Maar wat een recoil heeft dit ding. Kijk dan, hier. Boom. Nou, dat valt wel mee eigenlijk. Oké. Okay. Nou, in ieder geval. Ik moet er gewoon een beetje meer leren spelen. Het is echt eeuwen geleden dat ik hiermee heb gespeeld. Echt waar. Je moet ook een beetje lucky. Wat is dat nou dan? Oh, echt waar ook. Echt, dit is zo'n geen leuke mapje voor. Leukste mapje voor is Hijacked natuurlijk. Dus misschien gaan we hier dan nog wel even een potje spelen op Hijacked. Kijk, als het nu niks wordt, dan gaan we gewoon hierna nog een potje spelen. Lijkt me wel leuk om vandaag twee potjes te doen.
Hé, hey, wat is dat nou? Hé, hey, Spons! Ja, hij kruipt die uit het gebouw, hey, de kabouter. Echt waar. Oh, dit is echt een slechte aflevering. Oh mijn god. Wat is dat nou? Ik schoot. Nou ja, zeg. Hallo, vinden we dit normaal of zo? Beetje schil geschieten hier. Dat kan toch niet? Wat is dit nou? Eigenlijk moet hij sowieso target finder op of zo. Ik weet het niet. Alles beter dan dit. Oh, ja, yeah, oké. Okay. Dat had dus totaal geen sens gemaakt. Maar goed, whatevs. Hey, ik vind het prima. Mij hoort het er niet over. Oh, long barrel. Halleluja. Wat is dat nou? Nou, in ieder geval, acuut long barrel erop zetten zometeen. Oh mijn god, dat is echt een must-have voor shotguns. Long barrel. Even kijken. Hé, hey, stop ding! Je stopt één move, wat is dat nou? Dikke audio peak volgens mij, nou ja. Echt, pier vliegtuigjes. Reach quit. Maar ja, ik moet hem wel uploaden. Ik kan niet zeggen van, ik doe een ander potje. Wat is dat nou? Wat is dit nou? I don't understand this shotgun. Oh my Jesus. Kom op, ik wil een kill. Ik wil... Oh mijn god, er was er een naast mij. Wel, ik sta 3 om 8. Ik heb 3 kills gemaakt. Dat is... En ik heb wat geunlocked, dus dan gaat het om bij Road to Gold serie. Het maakt niet om hoeveel kills je maakt, het gaat om dat je hem unlockt natuurlijk. En ja, Fishinator doet nou een Goldfish Season 2 met de AN50 of AS50 of zo. Van MW3, zo'n snipe ding in ieder geval. Maar ja, ik kon er eerst ook helemaal niks bij de A12 in Season 1. En wel, ik kan hier dus niks mee. Dus het lijkt me wel leuk dat ik uiteindelijk deze dan goud heb gewoon. Yeah dog, I have that bitch gold. Dus ja, dat lijkt me wel grappig. Oké. Wel, ik ga gewoon een beetje... Kijken of ik hier een beetje in dit soort dingetjes kan blijven en dat soort shit. Ja, nee. Ah, ik heb geen... Nee. Het is ook logisch dat ik dan van de M-tag verlies natuurlijk. Nee. Het is ook echt gewoon geen lekkere map dit. Kijk op dit soort. Wat is dit nou? Ik... Nou ja, GG. 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 Stop een kutgun, echt waar. GG. Serieus. Nou, hier overheen dan maar. Misschien kan ik ze verrassen. Dit is ook echt wel een bossplek voor een shotgun. Wacht, bij shotguns moet je je sensitivity altijd wat lager zetten. Look inversion of zo. Be advised, hostile UAV incoming. Oh, dat is een sentry gun. En huh? I don't like sentries. Nou, dan gaan we maar securen, GG. Oké, we gaan eerst naar boven toe. Hey, jij emu pick. Jij scheet daarmee uit. Of anders in de rapen gaan, echt waar. Nou, hier is niks. Ga ik hier maar langs, oh dat kan niet. Nou, dan ga ik hier wel langs. I don't give a shit, dog. Oh, je hebt het goed, oké. Okay. We schrokken allebei, dat is wel grappig. Even kijken. Wat is dit nou? Jezus, wat een gun ook echt, hè. Jij zit, ik zie jou daar wel hoor. Oh my god, wat is dit? Ik speel... Ja, 3 bars, wat wil je ook? Waarom speel ik nou in één keer 3 bars dan? Kunnen we dat even uitleggen? Oké, wel, gaan we naar boven toe. Een blik is hier waard. Hallo? Nee, is al dood. Er is een loodsta. Wat is dat? Oh, wat een mogel ben ik. Ik maak gewoon echt geen kills met dit ding. Echt waar. Maar ga alsjeblieft niet disliken, jongens. Alsjeblieft. Nou, kan ik lekker dit capturen zo. Hey. YOLO POLO CATS. Oké. Hey. Hey, zijn we wakker? Met je 3 bar connection wat ik heb hier. Jezus. Als er maar video's aan het uploaden zijn, echt waar. Nou, we spelen 2 potjes. Ah, dit bedoel ik dus. Ah, ik ben lekker als de tering, echt waar. Kut lijk, serieus. Oh my Jesus. Schuit bij dat stomme shock charger. Gaan we weer naar binnen. En dan gaan we even hierboven kijken. Hallo, iemand thuis? Nee.
Wat is dit nou? Nou, oké, jongens, jullie moeten toegeven. Dit slaat echt nergens op. Ja, nu denk ik weer 4. Ja, dood. En we worden gedomineerd en we gaan de game verliezen. Yeah. Kijk, dat bedoel ik dus. Kijk, dat moet ik hebben. Gewoon bam, gewoon in één keer dood. Tuurlijk, stealth chopper daarboven. Is dat ding goed of slecht? Nee, weet ik het. Weet ik even shit. Auw, ja. Is die goed of slecht? Ik weet het niet. Boeit me ook niet. Nou, de kerel komt een care package. Ja. Hey! Wat is dit nou? Wat is dit nou? Jezus. Oh shit. Dat is een kut robot. Help. Help, 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 help. Vind ik helemaal niks. Wel een nice move van mij, maar nee. Nee, dank u. Nou, ik werd er niet... Kijk, nu word ik een beetje wakker. Zie je dat? Kijk, nu heb ik nu heb ik al 7 kills. Dus dat is wel redelijk. Voor meeste potje met deze gun vind ik het best wel redelijk. Ik zeg niet dat... Oh mijn jezus. Niet die kutbot. Ja, dat slaat dus weer nergens op. Ja, je weet drie bar connection. Dit is... Sta ik? Ja. Oké, ik sta bijna... Ja, oké. Ik sta... Ja, juist. Haak, ja. Ik moet wel echt, het duurt wel uren voordat ik ze dan een keer even die kogel keer aankomt. Ik weet niet wat het deal ermee is. Maar het zal wel. We hebben het potje gewonnen. Ah, dit is nice. 2 bar. Nou, in ieder geval, we gaan nog wel even een potje doen. Even kijken. Oké. Oh, kijk. Oh, wat een final kill. Oh, wat prachtig. Oh my god. Hoe staat... Oh, wat is dit nou? Nee, even kijken. Hoe staat mijn teammates ervoor? 24 om 13. Nou, dat is ook niet... Joho. We staan ook gewoon dik in de minderheid. Dus, ja. 2 bar. Wauw. Fuck. Me. Oh, god. Ook echt gewoon een 2 bar connection ook gewoon, hè. Even kijken. Oh my god, ik heb er camo op en long barrel. Oh yeah. Even kijken. Create class. Road to gold. Dit erop. Dan halen we dit stomme ding eraf waar ik geen drol aan heb. En dan zetten we dit erop. Kijk, nu hebben wij gewoon ook iets waarmee we mensen ook gewoon dood kunnen maken. Even kijken. Mirage. Als we weer op stand-off gaan. Echt waar, serieus. Ik pak even een koekje erbij of zo. Ik heb een kop thee hier namelijk. Dus... We gaan niet op stand-off. Echt waar. Serieus, we op stand-off gaan dan. Nou. Kijk, Mirage is ook niet echt gewoon de map. Voor shotguns, maar oké. Okay. Wel god non de ju. Nou ja, oké dan. Dus echt. Wauw. En ik ben bang dat ik geen game meer zoek. Nou ja. Ja. Lief lobby. We spelen hier wel op, ik vind het prima. Wat een gezeik, verschrikkelijk. Nou, het is beter dan Mirage, denk ik. Hoewel, ik vind Mirage niet leuker, maar goed. Hey, ik heb ook nog een handgun. Lol. Maar ja, ik wil niet echt mijn handgun gaan gebruiken, tenzij het echt moet en zo. Dat als we op mappen gaan spelen waar we echt gewoon ook gewoon YOLO Polo Swag gaan. Yo, daar hebben we het gezeik al. Kijk, op dit soort plekken moet ik gewoon mijn range ding. Oh, wat is dit nou? Ja, van 2 kanten. YOLO. Echt waar. Mol. Hey, jezus. Echt waar. Wauw. YOLO. YOLO Polo Cats. Maar ik moet dit wapen levelen, niet een ander wapen, dus wat dat betreft. Goed, wel, hallo, iemand thuis. Ja, dat bedoel ik dus weer. Waarom speel ik nou in één keer op 4 bars dan, the fuck? Nou, we gaan weer in de huisjes en alles. En het komt wel goed. Because everything's gonna be all right now. Hey, dude. Wat is dit nou weer voor onzin?
Hallo, wat is dit? Door de muur, uiteraard, jongens. Gewoon, echt gewoon, het was door de muur heen en alles. Yeah, body. Yeah. We gaan ook echt pro hier zo. Schild, ik hoef niet echt om de seconde te reloaden bij dit ding. Zoals bij de Remington. Ja, wat zit je nou te doen dan? Wat zit je daar nou te doen dan? Beetje kaperen, helemaal hol. Oh, baby. Dat is nice. Kijk, dit moeten we... Ja! Misschien haal ik wel een killstreak. Ah, verdamme. Nou ja. Kijk, ik zei het al, long barrel. Yeah! Oh, baby! Oh, baby, girl! Oh, die was wel close, die was wel close, 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 close. Kijk, nu begin ik lol te hebben in die stomme shotgun, echt waar. Oh, nee, 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 nee. Oh, no. Ja, got you, big arms. Got you again. Oh, ja, light machine gun natuurlijk. 7 om 8 sta ik. Ik sta bijna positief met de shotgun. Wow. It's so beautiful. Ja, wat had je nou, hè? Beetje. Jongen, ga ergens anders zitten noob tuben met die shot, met dat ding van je. Echt waar. Het is gewoon one shot, one kill bij deze bitch. En dat is gewoon wat ik zo cool vind aan shotguns. Oh, oh, ja, nee. Nee, ik heb geen benefit hier. Ja, nee. Het is ook gewoon, ik moet gewoon ook goed richten. Daarvoor zal een target finder wel handig zijn. Nou, ik ga het sowieso een keer proberen met target finder. Ik hoef wel dan geen headshots te halen, maar het zal wel handig zijn. Dank je voor de punten. Altijd nice. Even kijken, ik sta 8 of 9. Dus even kijken. En ik ben überhaupt dus een hele goede kotspeler, dus... Wat dat betreft dan. Ja, we zitten hier allemaal binnen, jongens. We zitten hier allemaal lekker te kaperen, jongens. Dit is echt gewoon een lekkere vacation hotspot hier zo. Oh, what the fuck. Ja, YOLO swag, echt waar. YOLO polo cats. Holy shit. Wat is dit nou even onzin, echt waar. En ik wil, nou, FMJ erop zetten, die heeft volgens mij... Kun je dat überhaupt op je shot? Kun je FMJ? Volgens mij niet. Wat is dit nou voor schil dan? Ik had hem toch. Waarom kreeg die mongol naar de punt omdat hij dood heeft geknald? Wauw. Fuck. Door de muur. Ja, uiteraard. Ik schiet er weer niet. Speel ik op 3 bar. Ik speel op 1 fucking bar. Wauw. Fuck. Me. 1 bar. Hou, hoe lukt je het om 1 bar te spelen? Hoe? Gewoon. Hoe kun je dat? Ik ging lekker, maar... Oh. Heb je die mogol weer erboven? Met zijn zogenaamde OP pro skills. Tuurlijk, knal hem weer door tot ik hier ben. Hehe. Wie een late reactie, ha? Waarloos een rot game, echt waar. Goed, nou gaan we hierheen, want die spawnen ze dan dus. Toch, of heb ik het fout? Wat is dit weer verschilheid? Oh mijn god. Wauw. En we verliezen het potje. Ook nog eens. Nee, wat is dit voor onzin? Wat de... Wat is dit voor onzin? Oh, nou, we hebben het in ieder geval gewonnen. Nou, 9 op 15. Het kan veel slechter. Het kan zoveel slechter, hè. Nou ja, dit is rond 1, dus... Wat is dit met die camo? Waarom vindt iedereen die camo zo leuk? Ik weet het niet. Ik wacht wel even met mijn kop thee tot na de opnames. Hoe kan ik aan die camo komen? Aan die godsnaam, ik ga echt geen geld betalen voor camo's. Vergeet het. Nou ja. Oh, iedereen is geliefd. Oh my god, dit wordt interessant. Oh my god. Ha, ik heb zo... Een orbital? Hoe de fuck komen we daar aan als ik vragen mag? Ja, kom maar. Hè? Kom dan. Tuurlijk, we hebben zo'n gelding. Echt waar ook. Au. Ja. Ik had gehoopt dat ik hem kon ownen, maar niet. Dus. GG, good game. Oh, nou, die is al dood. Dat heeft ook geen zin meer. Zo gezin meer. Au. De emu aan de andere kant van de map mee een beetje beschieten. Vind je het normaal of zo? Of iemand met een shotgun? Nee, non de ju. Kun je niet maken, jongen.
Oh ja, jij wil E-secure. Oh ja, dacht het niet. Ja, Emu. Ja, dikke Emu. Echt waar. Oh, je zit boven mij, oké. Okay. Weet ik ook weer genoeg. Dikke Emu. Waar ben je? Ik schoot hem toch in zijn greet, man. What the fuck is dit voor schillen? Pokken game. Weer een orbital. Het is handig, maar als ik ze niet dood kan knallen, omdat ik motherfucking veel lag. Ja, dat wordt ook een beetje lastig, hè? Tuurlijk hebben ze zo'n geld ding hierboven, hier EV's. Stomme kut helikopter ook. Nou toch dood, man! Fast hands, nou. Iets in ieder geval. Hostile hunter killer drone inbound. Tuurlijk, kut helikopter, oot mij maar weer. Toch eerder wat je kunt. Ik ga dit ding eens even uit de lucht halen, want dit is helemaal niks. Zo kan ik iets spelen, hè. Doe ik echt veel damage, nou opdonderen. Alles op pokken helikopter ook. Ja, hè. Nou komen we ergens. Wat is dit nou? Hij stond niet eens op mijn beeld. 3 bar, ja. Wauw. Ik weet gewoon wanneer ik op 3 bar speel. Gewoon, ik weet het gewoon. En ja, ik mag ook geen wapens oppakken. Al dat shit. Oké, je hebt het geoond. Je hebt het hartstikke dood. Dat is fijn. Dat is mooi. Dat is nice. Goed. Hey. Jij Emu. Jij laat het. Dikke Emu. Echt waar. Wat is dit nou dan? Oh, hi. Wauw, punt. Ah, wat is dat nou? Hij speelt ook met de kaarsgeet of niet soms? Ja, de Emu pick, echt waar. Met je kaarsgeetje. Hey, wat is dit nou? Tuurlijk, BR32 of zo. Of iets in die trend. Oh, Dolphin Dive, nice. Oké. Goed, waar spawnen ze nu dan? Oh my god, fast mag, daar hebben we echt veel aan. Losing Charlie, nee, dat moet ik helemaal de halve map over knarren voordat ik uiteindelijk een keer ben. Nou, ga die lui maar beschieten, dan geef mij maar eens even dekking, jij. Oké, ik hoor hem dood te hebben, maar goed. Ja, tuurlijk. Komt hij weer aan met zijn Shinkom of zo. Maybe een beetje Onen, wat hij gewoon dood normaal vindt. Hey, jij Emu, echt waar. Tuurlijk! Een beetje machine gun. Jij noob. Jij kop noob, echt waar. Ze kop. Hey. Oké, nu ben ik. Nee, nou ben ik er klaar mee. Nu ga ik ook gewoon met dit ding spelen. En nu gaan ze gewoon. Uiteraard plug nog maar zo'n lightning strike geval thingy-bajik op mij. Alsof we niks beters te doen hebben, jongens. Oh, wauw. Friekel voor mij, dank je. In de rug naar gewoon worden met die shotgun. Dan ben je echt wel heel slecht. Wat? Huh, wat is dit nou weer voor onzin? Ten eerste alle fucking shit marker wat nergens op slaat. En dan vervolgens kill ik hem niet. Gewoon Davuk. Oké, wat is dit nou dan? Wat heb ik nou geoond? Ja hoor. Een escort gewoon geweldig, jongens. Op donderen. Oh god. Nee, oh god. Alles behalve hierheen met het. Oh mijn jezus. Ja, nee. Dat is een beetje te, denk ik dan, hè. Oh god, daar heb je dat Emu-ding weer. Ja, wauw. Weer 3. Wauw, gewoon. Gewoon, dit is echt. Donderd gewoon met je escadron, man. Ja, Emu. Echt waar. Final kill, misschien. Ja, staat hier achter een tonnetje te headfucken. Yeah, dude. Wauw, wat een potje. Nou, 15 kills. Dat weet je wel, dus 15 kills. En ik heb wat geunlocked. Dus, laat ik nog eens zeggen dat ik niet blij ben. Had slecht gegund. Maar ja, ik sta dus wel 15 op 32 met 1 fucking bar. Wauw. Dit is gewoon te wowie.
Zodat er ooit mensen flawless goed Call of Duty kunnen spelen zonder dood te gaan. Het zal wel episch zijn. Maar goed jongens, weet je wat? Bedankt voor het kijken allemaal. Laat even wat likes achter. Het zou me geweldig zijn als wij hier 10 likes op kunnen halen. Gewoon voor de awesomeness. En omdat het episode 1 is van Road to Gold dus. Nee, ik ben level 36. Ik heb Death Machine gelakt. Wauw. Ik heb Fast Max. Ik heb allerlei shit. Kijk, dit heb ik dus allemaal gehad. 7-year comeback, double kills en zo. Maar goed, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer en wel. Dan spreek ik jullie later. Dus ja, later mensen.